Het is goud als je een hoop vrijwilligers hebt. Het is goud als je investeert in die mensen. Het is goud voor je stad. Dus zet ze niet alleen op de jaarlijkse vrijwilligersavond in de Schouwburg, maar ook zo een keer landelijk met al die vrijwilligers uit het land. Laat zien wat vrijwilligerswerk betekent in jouw gemeente, in ons land. Dat vind ik hartstikke leuk van dit festival. Dus ik ga er met plezier aan deelnemen. Hier kunnen we met elkaar goede initiatieven delen. Wat kan precies beter? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we echt onnodige drempels voor vrijwilligers weghalen? Dus ik hoop dat we aan het eind van de dag met elkaar echt een aantal actiepunten hebben die we verder gaan brengen. Om gemeenten te overtuigen, om vrijwilligerswerk makkelijker te maken. En ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de staatssecretaris van VWS onnodige drempels voor vrijwilligers weghaalt. Vrijwilligers zijn echt de kampioenen van de Nederlandse samenleving. Ja, het is goed om met elkaar dit soort gesprekken, vooral ook enerzijds te laten zien van wat gebeurt er eigenlijk allemaal, wat kunnen we van elkaar leren. Er gebeurt zo ontzettend veel in Nederland met vrijwilligers, waar we heel veel van kunnen leren. Maar het is ook goed om dit soort vraagstukken van wat hebben we met elkaar nodig, wat zijn de randvoorwaarden om maximaal gebruik te maken van het vrijwilligerswerk. Ja, gratis goudfestival, de woord zegt het al. Het betekent erkenning. Het betekent erkenning dat wat er in de samenleving gebeurt in vrijwillige inzet, dat het eigenlijk een vorm van goud, goud is. We zijn eigenlijk aan het goud delven hier. Het is goud wat gratis is. Dat als het ware door de mensen, de individuele vrijwilligers, aan de samenleving ter beschikking wordt gesteld. Ja, ik vind het heel goed dat de vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet. Maar dat er ook aandacht is voor de misvatting dat vrijwilligers gratis zijn, want dat is niet zo. Ik heb het net op de radio ook gehoord. Humanitas was daar aan het woord. Vrijwilligers zijn niet gratis. En waar je dan vooral op aan moet denken is, die maken onkosten, die maken reiskosten. Dat moet je niet ten laste van de vrijwilliger die al zoveel doet laten komen. Daar zul je voorzieningen voor moeten hebben. En ook de opleiding en de scholing, dat kost geld. En daar moet je wat voor over hebben. Nou, ik vind het heel erg goed dat er aandacht wordt besteed aan de positie van de vrijwilliger of de actieve bewoner. Omdat dat mensen zijn die heel veel uren in hun passie stoppen, hè, of in hun wijk stoppen. En dat is onbetaalbaar. Dus ook de naam gratis goud geeft dat heel goed aan. Ja, fantastisch. Ik heb inderdaad vandaag ook die vrijwilligers ontmoet die vol passie aan de slag gingen vanuit een overtuiging die ze hebben. En nu eigenlijk tegen die fases aanlopen van ja, hoe moeten we nou verder? Hè? Want je wordt een soort professionele organisatie eigenlijk. En dat vereist andere stappen. En ik heb ook organisaties ontmoet die dat die stap al gemaakt hebben. Heel veel leuke initiatieven gezien, leuke vrijwilligersprojecten. En vooral ook heel veel mensen inderdaad die trots zijn op wat ze doen. Het leuk vinden om iets bij te dragen, iets te betekenen voor een ander. En dat zelf ook heel veel uithalen. En volgens mij dat laten zien met elkaar aan het hele land, als het ware, is ontzettend belangrijk. Ik vind het geweldig, ik vind al die titels zo mooi. Gratis goud, het is namelijk niet gratis, maar het is wel gratis en het is wel echt goud.